Een hele goede morgen. Welkom bij mijn nieuwe Ups and Down. Ik ben Koos Kindloos! Voor de komende 3 uur. Dus veel te doen, want we krijgen vandaag visite. Jint en Inge komen een weekend bij ons slapen. Dus ik heb veel te doen. Laten we maar gauw naar huis gaan. Of ja, eerst even een paar boodschapjes halen. En dan onderweg. Inmiddels is Sam alweer thuis. Heeft hij lekker broodje gegeten. Ik weet dat Inge onderweg is hierheen. Ik ben ondertussen met van alles nog bezig. Ik heb boven alles gedaan. Alles rechtgetrokken, alles opgeruimd. Ik ben mijn was ondertussen ook nog gewoon aan het wassen. Maar dat hoort bij het huishouden. En dat boeit Inge gewoon echt totaal niet. Dus ik ben ook gewoon mijn dingen aan het doen. Ik ben ondertussen gewoon hier mijn dingen aan het doen wat ik eigenlijk altijd doe. Dat. En ik heb even de kleden van de bank afgehaald. De kussens slopen even gewassen en alles. Die zitten nu in de droger. Dus ook daar, dat is bezig. Maar ik heb even de vaatwasser uitgeruimd en ingeruimd. En nog even wat dingetje opruimen. Dan is het eigenlijk wel prima. Ik ben aan het wachten bij Jordi school. Samen met... Jee! We gingen samen eventjes Liam en Jordi ophalen. Maar eerst zijn we bij Jordi nu, hè? Mm-hmm. Dus en daarna gaan we Liam ophalen. Ik denk dat Liam heel blij is om jou te zien. Ik ook. Dat denk ik wel. Dus we gaan nog even wachten en dan gaan we Jordi ophalen. En daarna de middelste. Mm-hmm. Oh, ik heb nog wel iets te melden. Wat dan? Je had van alles meegebracht, toch? Om te... Proeven. Dus we gaan weer testen, jongens. Ja, en ik heb wat heel, groot. Ja, meegenomen. Ik ben benieuwd. Ik weet al wel wat het is, maar ik ben er wel benieuwd naar. Ja. Dus we gaan het even afwachten. Jente, wat is Takkie? Hij, Liam trekte aan Takkie's oor, dus heeft Takkie... pijn gekregen, dus er zit een verbandje omheen. Ja, en wat doet oma? Die is de? Die gaat de Takkie naaien. Ja, die is de knuffeldokter, dokter. Hè? Ja, ja. Oma is de knuffeldokter. Mm-hmm. Maar wat hebben wij hier? Wij hebben... Moet je in beeld laten zien, hè? Wij hebben mega skittles. En wij hebben toetjesmaakskittles. En wat moeten we daarmee gaan doen? En dan gaan we hem proeven. Gaan we dat proeven? Nog niet de aftrekken, dadelijk als we ze hebben geproefd passen. Jinte die wilde met mij wat proeven. Ja. Dus laten we dat maar gaan doen. Kijk, dessert is altijd voor als laatste, hè? Maar zullen we het tegenstrijdig doen? Gewoon deze als eerste pakken? Ja. Ja? Wil jij hem openmaken? Want Jint heeft altijd een speciale manier van openmaken. Mhm. Je kan ook even bijvertellen dat ze glutenvrij zijn, hè? En ze zijn glutenvrij. Ja, dat klopt. En wie had ze gekocht? Mijn mama. Ja. Inge. Ja, Inge. Jouw mama. Ja. Okay. Die ligt hier trouwens ook op de bank. Lekker te relaxen. En ik heb een kleur. Doe jij aan mij geven? Oh. Doe jij eentje aan mij geven? Roze. Oh. Okay. Ze ruiken wel heel zoet. Ik heb ook de kleur roze. Ik heb ook de kleur roze. We hebben de cherry cheesecake. Die hebben we nou. Mm-hmm. Die smaakt echt naar kersen. Cheesecake weet ik niet. Maar wel heel romig smaakt die. Mm-hmm. En dan gaan we nu... Wil je nog eentje van die proberen? Een andere kleur? Ja. Want dan kunnen we de mensen dan vertellen, hè? Ja. Dat is ook een lichtje. Hier is de roze. Word jij de oranje? Dan komt ik de paars of de rode. Jij doet maar. Dan gaan we wel vertellen welke jij hebt, hè? Ik moet de paars hebben. Kun je hem vinden? Nee. Niet. Oh, hier zit de paarse. Ja, deze. Je hebt hem bijna. Ja, je hebt hem.
De paarse heet blueberry tart. En de oranje heet choco orange cake. Ik proef geen chocola. En ik proef geen blauwe bessen, maar wel slijm en zuur. Ik proef voornamelijk sinaasappel. Ja, in ieder geval zoiets. En ik een beetje aardbei, volgens mij, en een beetje water. Het zit er niet in officieel. Mm-hmm. Het zit er officieel niet in. Ze zijn wel lekker dan. Ze zijn wel lekker. Ja. Ja. En nu gaan we de... Wat hebben we hier nog meer dan? De gigantische, hè? Gigantische Skittles. En die heette Skittle Giants. Drie keer zo groot. Skittle Giants. Ga je die ook even openmaken? Ja, gaan we het verschil zien. Mandy pakt er eentje. Dit is een gewone Skittle maat. Wow! Deze andere Skittles. Zo, dat is even een verschil. Ik pak deze. Mag ik er zelf eentje uitzoeken? Ja, maar paars is... Gaan we ook kijken wat paars is. Dat is... Paars is black currant. Zwarte bes. En ik heb strawberry. Het lijkt heel mooi en lekker. Maar dit is gewoon mega. Mm-hmm. Jij vindt het wel lekker, hè? Het smaakt wel echt naar blauwe bessen. Snap ik, want het is eigenlijk gewoon de officiële smaken die ze hebben. En nu wil ik de rode. Hij is alleen een beetje groot. Als je nou drie van die dingen in één keer erin zou doen, in je mond. En ik vind deze zuurder. Ik ben niet zo van de zuurigheid. Ja. Ik wel. Ja. Jij bent zo zuur als maar zijn kan. Ik ben wel nog benieuwd naar deze. Welke? Dit is lemon pie van de kleintjes. Probeer het zo nog wel. Die is niet zuur. Maar smaakt wel naar citroen, maar dan zoete citroen. Ik moet de rode nog proeven. Maar vind je de grootste het lekkerst of de kleinere? De grotere. Dat is mooi, dan is deze voor mij. Nee, Mandy. Maar we hebben nog twee pakjes. Ja. Eén pakje van deze. En één pakje van deze. Ja, ze hebben er ineens goed huisgehouden. Ja, Inter de favoriete snoepen Skittles. Alle varianten, alle soorten en maten. Ja. Ja, die dacht ik al. En deze is nieuw. Ja. En deze is... Niet nieuw. Niet nieuw. Nee. Maar het is een aanrader om het te kopen, toch? Ja. Zeker. Vooral deze. Ja. En waar koop je dit nou, Inge? Bij de Zenos. Bij de Zenos. Bij de Zenos. Dus ik zou zeggen, ren naar de Zenos. Nadat we de Skittles hebben geproefd, gaan we nou snaaien? Ja? Oké. Okay. We hebben een hele drukke dag al gehad. Het is nu 3:50. Jinte en Inge zijn even naar de stad toe, want Jinte die wilde meedoen aan een kleurwedstrijd. Dus daar zijn ze mee bezig. Nu is het heel eventjes naar de stort, want ook die dingen moeten gebeuren. Want we hadden natuurlijk eerst hier een bank staan. En ja, die moest nog even naar de stort. Dus dat wordt nu geregeld. Liam ligt daar. Jordi zit daar. En Sam ligt op bed, want Sam was zo over zijn toer heen. We zijn vandaag naar Van Kranenbroek geweest. Daar hebben we eigenlijk, ik denk, 2 uurtjes rondgehangen. Daar heb ik bijvoorbeeld... een nieuwe kussen voor
voor Joef gehaald. Kerstspullen heb ik gehaald. Wat speelgoed. Van alles hebben we daar gehad. Inge die had ook nog wat dingetjes daar gevonden. Daarna zijn we naar de food market geweest van de Jumbo. Ook daar hebben we dingetjes gekocht. Zoals wat sushi. Voor vanavond wat lekkers. Het avondeten. En voor Jinten glutenvrije producten. Dus daar zijn we geweest. En daarna zijn we thuis gekomen. Hebben we even gegeten. De kinderen vermaakt. En nu zijn Jinten en Inge dan heel eventjes naar de stad toe. Ik ben thuis met alles en iedereen. En dat vind ik op zich ook nog wel even fijn ook. Kan ik alvast eventjes nog wat opruimen en dat soort dingen. En Niels is dus naar stof. Dus ja, dat. Ja. We hebben het gewoon gezellig zo. En we doen lekker ons eigen ding. En niks is moeilijk. En als ik dan even iets anders wil doen dan waar de rest bij is. Dan is dat ook goed. Maar dat is andersom ook. Dus dat is eigenlijk wel heel fijn aan onze vriendschap. Dus ja, dat. Ja. Ik ga heel eventjes verder mijn dingetjes hier doen. Opruimen en alles. En ja, we gaan het verder wel zien. Als alle kinderen op bed liggen. Dan? Gaan we film kijken en snaaien. Zeker. Yes. Niels zit daar. Zit lekker op onze ruime bank. Allemaal genoeg ruimte er overal tussen. Zit, ja. Liggen elkaar niet dwars? Nee. Kan wel. Ja, kan wel. Nou ja, je bent zo lang in Jan, dat lukt wel. Maar is eigenlijk te kort. Had je daar moeten gaan liggen? Ja, het beeld is langer. Ja, maar ik zou gewoon de volgende keer daar gaan liggen hoor. Anders moet je stoel erbij zetten. Dat was zo'n plekje. Ja, hij had al niet zoveel hoor. Nee, daarom. Ja, nee, dat is het. Maar goed, wij gaan film kijken, snaaierij en morgen weer een nieuwe dag. Het is natuurlijk zondagochtend, dus goedemorgen. En we hebben ontbijt. Jinten? Ja? Ben je goed aan het eten? Ja. Oké. Okay. Vind je het allemaal lekker? Ja. Het is wel een ontbijt dat ze hier elke zondag hebben, hè? Hoe jammer! Ze is gewoon vis aan het eten, hè? Ze is gek op pingwing en ze is vis aan het eten. Ze is gewoon een echte pingwing. En Jordi ook. Jordi is ook lekker aan het happen. Jee. Jij bent ook aan het happen, hè? Njam, njam. Njam, njam. Je moet nog één. Jinten. Kun je me uitleggen wat je aan het doen bent? Met deze speelgoedzak met hieroverheen. Ja, want jullie zijn muziek aan het maken, hè? Ja. Jullie zijn aan het testen allemaal wat er mee op kan. Ja. En misschien kan dit houten op. Moet je maar proberen. Ik doe jij. En wat hebben we straks gedaan? Waar zijn we heen geweest? Naar de IKEA. En wat heb je daar gedaan? Mam. Wat heb jij daar gedaan? Wat heb jij daar gedaan? We hebben een zak van mijn nieuwe... Ja, chocolaatjes. Chocolade. Deen chocolade, dat klopt. Met wat smaak? Maar, wat heb jij daar gedaan? Niet wat heb je daar gedaan? Heb je gewinkeld bij de IKEA? Nee. Wat heb je dan gedaan? Ik ging naar het speelgoed. Waar ik kan spelen. Oh, je bent daar gaan spelen? Ja. Ah. En? Ja. En weet je wat wij hebben gedaan? Nee. Ja, wij moesten nog een kast hebben. En een lattenborden. Ja. Mama moest volgende week niet blijven slapen. Ja, want wat gaan we volgende week doen dan? Komen. Ja, we gaan op bezoek komen voor jouw papa's verjaardag. En het is 's avonds, dus dan moeten ze maar blijven slapen. Ja. Ja. Het is verplicht. Ja. Ik kreeg te horen dat het verplicht was. Dus, ja. Oh, niet, Sam? Is niet verplicht? Nee? Oké. Okay. Ik vind het niet.
het is een must. Oh, ze hebben het voor zichzelf een beetje. Sam vindt het altijd leuk. Nee. Ja? Ga je ook hier op timmeren dan? Nee? Oké. Okay. Hey. Sam is een beetje moe, ja. Maar goed. Niels heeft een verjaardag. En die komt daar weer terug. En dan gaan we eten. En dan is het alweer bijna tijd. Dat jij naar bed gaat. Ja. Dus dat betekent dat je naar huis moet. Toch? Wil je graag naar huis? Nee, waarom niet? Waarom niet? Ik wil even vols eten. Ja, dat wil ik niet, hè? Je hebt naar de week vakantie gehad. Dat is te weinig, toch? Ah, bijna weer kerstvakantie. Sinterklaas. Nee, kerstvakantie. Kerstvakantie komt eerst. En dan heb je oud en nieuw, zijn broersjaren. Yay! Dan komt Benny weer slapen. Ja, dat heb ik beloofd. Die kerstvakantie. Hè? Yay! Yay! Maar goed, wij gaan nog heel eventjes naar het... lawaai maken. Ja, daar gaan we naar luisteren en kijken hoe goed ze kunnen spelen. Ondertussen dat er hier een hele hoop lawaai gemaakt wordt, hebben wij nog iets te proeven. Zeker. Want als je ons volgt, weet je dat wij van proeven, dingen proeven houden. En dat de vorige keer dat ik bij jullie was, hadden we zo'n KitKat zakje. Ja. Ja. Maar toen zeiden wij, ze hadden eigenlijk de KitKat Dark moeten hebben. Ja. En wat komt Mandy tegen de week daarna? De KitKat Dark. Dus die gaan we even proberen. Ik hoop dat het beter is dan de hele zak. Hoop ik ook. Met al die smaken. Oh, dit is echt zo. Waarom kun je dit halen? Dit heb ik bij de picknick gekocht. Kijk. Maar het was wel zeg maar een van de laatste. Dan gaat dat er weer uit. Dan moet er weer zoekdag als dit lekker is. Ja. Tuurlijk. Maar we hebben wel een grote gedaan. Het zal niet anders zijn dat we elke keer moeten zoeken. Ja, weet niet. We gaan het gewoon opzoeken. Nou, het is beter als je andere doen. Ja, maar toch de gewone is lekkerder. Ja. Omdat het zo hard. Ja. Daar ben je mee opgegroeid. Ja, maar nu OVS is chocolade. Dus zoek. Ja. Ja. En andersom niet. Oh, we hebben ook altijd iets te klagen, hè? Maar? Ja, hij is wel lekker. Hij is hartstikke lekker. Maar de chocolade OVS. Ja, de gewone was lekkerder. Ja. Eens. Zou ik het nog een keer kopen? Ja. Ja, ik moet er dan wel echt zin in hebben. Ja. Dat anders, ja. Voor het smaakmoment van de kinderen. Ja, dat. Gewoon even rust, even KitKat. Ja. Even break, zeker KitKat. Ja, duidelijk. Ja. En als je ons nog verder terugvolgt, dan weet je dat wij deze ook een keer allemaal geproefd hebben. Ja. Jij ook. Maar toen... Hadden jouw jongens al deze... Ja, toen had ik uiteindelijk hadden we een aantal geprobeerd. Toen vond ik deze. Drie Marije Wiesabbers gevreten. Die ja. hadden we nou. Ja, ja. Dat is haar tweeling. Dus toen moest ik weer nieuw op. Toen moest ik weer nieuw gaan halen. Heel vervelend. Ja. En toen dacht ik, dat gebeurt me niet weer. Dus in twee pakken. Ja. Dus ook die gaan we proeven. Het ruikt al zoet. Je zet die pakken op en het ruikt al zoet. Boterachtig. Als ik nu moet kiezen, doe die dark maar. Ja. Nee, dit is geen witte chocola. Te boterachtig. Ja, ik weet niet. Van het hele lekker. Ja. Nee, hier word ik niet blij van. Dan word ik hier blijer van. Ja, dat is beter. Ja. Misschien hadden we het andersom moeten doen, dat zie je veel minder op. Nou ja, we kunnen het ook gewoon natuurlijk gewoon zo doen, hè. Hier, alsjeblieft. Dat kunnen we natuurlijk ook niet lekker. Nee, die is niet... Waar ligt het aan? Nee, dat heb ik ook niet. Gewoon dat melkchocola, het lijkt van de pure chocola. Ja. Dit is niet het ding. Dit kunnen we gewoon volgende keer opstaan. Nou. Neem deze maar weer mee. Kunnen we die niet meer eten? Kunnen die het wel opeten?
dat ze water, dat ze alles opeten en nu denken, nou, dan ook wel. Het is wel grappig, want bijna elke keer als we het niet lussen, dan gooi je eet de jongens maar op. Ja, maar dat gebeurt ook. Ja. Oei. Die eet ook alles op, maar die vindt ook alles lekker. Ja. Want we hebben ook de andere getest, heb je die nog bij? Die riesjes bedoel je? Ja. Die hebben een zonder camera getest. Die was een snack van onderweg. Ja. Ja. En die ga ik niet weer eten. Nee, ik kom niet. We gaan maar wel gewoon eten. Ja, dat was dit. En nou ja, het glutenvrij is mijn dochter, mocht het ook eten. Als je van pindakaas houdt, succes ermee. Ja, ik heb het geproefd, ik vond het niet lekker. Ik ook niet, dat is een haat pindakaas. Ja, Sam vond wel lekker. Ja, die heb ik ook niet. Nee. Ik denk nou, die houdt van pindakaas. Ja. Denk maar we gaan het zien. Ja. Hebben ze wat te snijden? Ja, maar we hebben in ieder geval weer iets getest. Ja, dan moeten we weer wat zien. Ja, nu gaan we weer wat bedenken. Bezoek is er vandoor. Die zijn inmiddels alweer thuis. Vond je het gezellig? Ja, altijd gezellig. Hè? Ja? En we gaan hier nu even opruimen, vaatwassen doen en alles. Alles klaarzetten voor morgen. Kindjes slapen al. Ik heb nog even een hele hoop was op staan vouwen en staan doen. Dus ja, bij deze. We gaan niet veel bijzonders doen als opruimen. Dus ik ga bij deze ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.